Vandaag vindt in het Sportpaleis te Antwerpen het 10-jarig Donnafeest plaats. Deze show is een mengeling van het Swingpaleis, The Night of the Proms en de Droomfabriek. We gaan nu van start met het eerste deel. Wat verwachten jullie van deze avond? Dat het spetterend gaat worden. Ja. En voor wie zijn jullie hier? Accession! Ja, voor Leentje. Voor Leentje, hè? Ja, Leentje, ja, dat is... Dat is een ferme griet, hè? Ja. Voor wie kom je kijken? Voor iedereen. En nog voor iemand? Welkom op het allergrootste Donnafeest ooit georganiseerd. We zitten hier vanavond zomaar eventjes met zijn 15.000 enthousiasten. Bryan Adams te spelen? Ja, fantastisch ook. Hè. De reactie van het publiek is gewoon wat ik wil zeggen in een notendopje. Die ging uit een bol en ik ging denk ik evenveel uit mijn dak als zij. Dus wauw. Vanavond ga ik hier nog een glasje drinken en dan ga ik denk ik mijn bed inkruipen, want morgen is het weer een andere dag en ik kan mijn slaap even wel gebruiken. Dat jullie kiezen voor een cover van ABBA. Het is niet echt jullie stijl. Wij hadden niets te kiezen. Het is ons opgelegd. Ja, het is ons voorgesteld en we zeiden ja, we vinden het wel tof om te doen. Maar we hebben dat zelf niet gekozen. We hebben dat allemaal voor ons gekozen. Niet nodig om jullie eigen om te kleden? Toch wel. Het was dus very, very good gestyled, al zeggen we het zelf. Dus kledij, echt schmink, praken, alles zelf tot in de kleinste details. Dat op zich was zo moeilijk niet, maar de choreografie, die we dan uiteindelijk op het podium nog knal vergeten zijn. Dus laat ons maar lekker muziek. Leuk om te doen. Ik heb eigenlijk niet veel kunnen zien, want ik was constant hier natuurlijk. Maar ik vond het zelf wel plezant om er te staan. Zo. Ik ben wel een Texas-fan, ja. Ja. Dus ik vond het wel eens zo is de gelegenheid om dat nummer eens te doen. Let's get loud, let's get loud.
Dan mag ik je eerst complimenteren met je prachtige blouse. Dankjewel, dankjewel. Wat vond je zelf van het optreden? Ah wel, ik vond het fantastisch. We hebben van de middag repetities gehad en toen zat het geluid nog niet echt 100%. Maar echt, het klonk fantastisch en we hadden er ook echt zin in. We hebben ook heel veel gerepeteerd. En ik denk wel dat de ambiance erin zat. Welke artiest hier vanavond optreedt, vind jij het beste? Vind ik het beste? Oh, dat is eigenlijk moeilijk, want ja, het zijn toch allemaal heel verschillende genres muziek die ze moeten brengen. Maar ik vind Summer of 69, Gene gaat Bryan Adams brengen. Ik vind ze eigenlijk allemaal, het is sowieso al een uitdaging eigenlijk voor alle artiesten om gewoon eens in de huid van iemand anders te kruipen. Dus ze zijn allemaal heel goed. Wat vonden jullie van het optreden? Het was aangenaam. Ik was nog nooit de Bee Gees geweest in het Sportpaleis, dat is zeer plezant. Hè. Jullie hebben nu al wel veel meegemaakt, maar zijn jullie niet zenuwachtig voor zo'n optreden met zoveel volk? Ja, uiteraard. Ik heb hier vorige maand een paar keer gestaan met het Swingpaleis, maar dit overtreft het toch wel. De dingen die ik gezien heb, want ik heb natuurlijk niet zoveel gezien, vond ik echt heel goed. Vooral Felice eigenlijk als Tina Turner. Ongelooflijk. Wie vonden jullie het beste tot nu toe? Felice! Zeker weten. Felice, zeker weten. En wat verwachten jullie er nog van? Ik denk dat wij nog echt het allerbeste ervan verwachten. En wij hopen dat het even fantastisch mag worden zoals nu. Het eerste deel, ja. Oké, dank u wel.